Laurens Priester hier in de bibliotheek. Je bent gemeentearchivaris al heel lang, hè? Inmiddels, hoe lang? 15 jaar. Ja. Er is een tentoonstelling hier in de bibliotheek. Allemaal spullen van het CBK en jij mocht daar een keuze uit maken. Ja, klopt. Ik zie al wat achter je. We lopen er even heen. Ik ga gelijk naar dit plaatje. Waarom heb je deze uitgekozen? Ja, ik heb, wat je zei, ik mocht een keuze maken uit de collectie van het CBK. Ik heb een beetje een tweedeling gemaakt. Ook wat straatbeelden, interieurs. Dit is een interieur van een café. Dus ook wat Schiedamse dingen. En dit is een beeld zoals je denk in de jaren 60 kunt tegenkomen. We hebben niet heel veel foto's van interieurs, dus vandaar deze kom ik tegen. Dus dit leek me wel een mooi beeld om erbij te doen. Maar je hebt niet geput uit je eigen archief, nee. Dingen van het CBK? Ja, de vraag was, hè, van je mag een keuze maken uit de collectie van het Centrum van Beeldende Kunst. Nou, en daar heb ik een aantal uren doorgebracht en ik heb eigenlijk... Ja, het is een beetje een combinatie van dingen die te maken hebben met stadsgezichten, een beetje met mijn werk. Hè. Dus het vastleggen van dat wat dat binnen en buiten, tenminste in Schiedam gebeurde. En hier zie je een beetje, dit zijn de wat figuratieve dingen. Het was natuurlijk verleidelijk om kunst te putten uit je eigen collectie van het gemeentearchief. Maar het moest van het CBK zijn, hè? Ja, ik mocht niet uit de collecties van het gemeentearchief putten. Maar ik moest echt puur een keuze maken uit dat wat het CBK heeft. En die hebben een heleboel leuke dingen. En het is een beetje een combinatie geworden van abstract en ook van figuratief. Ja. En je ziet een van mijn favoriete kunstenaars voor het vastleggen van straatbeelden is Nico van Welsenes, die veel in de jaren 70 heeft gemaakt aan stadsgezichten vastleggen. Dat was in het kader van de BKR, hè, dus de beeldende kunstregeling. Ja, toen was er nog geld, hè, Laurens? Toen was er nog geld. En dat heeft ook een beetje met mijn beroep uiteraard te maken, het vastleggen van dingen zoals ze ooit waren. Ja, hier zie ik, dat is de scheepswerf. Ja, gezicht op Wilton Feyenoord. Klopt, ja. Ooit de grootste werkgever van Schiedam. Ja. Gezichts- en beeldbepalend. En ooit werkte er iets van 10% van de Schiedamse bevolking direct. En natuurlijk indirect nog veel meer mensen. Ja, en dan gingen ze allemaal op brommers en op berinis naar over de BK aan gingen ze erheen. Hè? Dat weet je nog wel. Nou, toen was ik hier niet. Ik heb de hoogtijdagen van Wilton niet meegemaakt. Hoor. Maar in de films van Jan Schraper zie je dat heel goed. Ja, dat zie je dat heel goed inderdaad. Ja. Nou, en een van de... het is ook een beetje romantisch, maar het is natuurlijk ook een thema dat voor kunstenaars heel aardig was. Dat is het vastleggen van de sloop van de Brandersbuurt, hè? Dus de oude binnenstad. En eind jaren 60, begin jaren 70 is er heel veel gesloopt en dat is ook vastgelegd. Nou, dat zijn ook dingen die waar ik naar gekeken heb. En dat is ook een beeld van iets dat, dat komt nooit meer terug. Ja. Dat is toen gelukkig vastgelegd. Ja. Dit is ook heel mooi, hè? Van wie is dit? Dit is van Marcel Warmenhoven. Ja. Die heeft ook aardig wat. Die heeft in Schiedam gewoon een kunstenaar. Nou goed, zijn broer is een studievriend van mij. We kennen elkaar heel lang, dus dat was ook de reden om van Marcel iets te kiezen. En dit heb ik al jaren ook in de artotheek toen zien staan. Ja. En dat vind ik geweldig, zo'n kop van hout. Het is ook helemaal anatomisch verantwoord, hè? Gemaakt van tonnetstoeltjes, hè? Oude stoeltjes met bochten, hè? Ja, het is een geweldig, geweldig ding. Ik zou hem graag willen hebben. Heel figuratief. Ja. Heel, Maar ja, hij is van het CBK. Ja, hij is van het CBK. Laurens, ik ga niet alles laten zien in deze film, want het is hier nou net opgehangen. Iedereen kan komen kijken. Vanmiddag is de opening. Ja. Tot wanneer duurt deze tentoonstelling? Tot 17 oktober. Ja. Dus het is een initiatief van de Bibliotheek Schiedam. Iedere maand of iedere 6 weken is iemand anders gastcurator. En die mag dan een keuze uit CBK maken. Dus tot 17 oktober, tijdens de openingsuren van de bibliotheek, kan iedereen mijn keuze komen bekijken. Zitten we ook zien van allerlei beelden, van allerlei materialen en dat soort zaken. Dus het is een beetje, het is vandaar dat ik dacht, ik doe het gewoon in je eigen kast. Oh, dankjewel. Maar dan krijgt iemand een doosje en er zit de hele tijd met een doosje op schoot waar hij denkt van wat zit daar nou in godsnaam in? Dus toen dacht ik, weet je wat, ik doe het deze keer, dus probeer ik het weer zo. Wat is het, Jan? Nee.
zullen hier bij deze beginnen, want dit is eigenlijk mijn favoriet. Ik was met Aad bezig in het depot van het CBK en toen kwam ik dit tegen. En ik wist niet dat het door Remy Poppen geschilderd was, maar het ziet er heel socialistisch realistisch uit. Ja. Hè? En de arbeiders zien eruit alsof ze ieder moment dood kunnen gaan. Hè? Dat ze dus net dat ze uit de fabriek ontsnapt zijn en dat ze meer dood dan levend zijn. En ik vond het zo'n mooi klassiek, een beetje stalinistisch, leninistisch schilderij. En toen bleek het inderdaad van Remy Poppen te zijn, dus dat kwam wel heel erg mooi